Hallo dames en heren en welkom terug bij een nieuwe video. In deze video gaan we even wat nieuws proberen. Ik zat te denken aan de Double Header Tour. En voor degenen die niet zo heel goed in Engels zijn, de beschrijving staat hier wel. Ik zal het even kort uitleggen. Je gaat gewoon een race rijden. En de eerste race is zoals de race eigenlijk altijd hoort te zijn. Je hebt een vrije training, je kwalificeert je en op de positie waar je kwalificeert start je de race. En die race die duurt wat langer dan de race die erachteraan komt. Want na de eerste race is er nog een zogenoemde sprintrace. En de sprintrace is gewoon een hele korte race van iets van 5 ronden, ik noem maar wat. En de grid wordt dan bepaald aan de hand van hoe we gefinished zijn in de allereerste race. Dus stel dat Lewis Hamilton de eerste race wint voor Kimi Räikkönen, dan betekent het dat Lewis Hamilton in de tweede sprintrace als allerlaatste start. En de nummer 2, in dit geval Räikkönen, die zal daar vlak voor starten. Dus die start 19e. Dus het zou zomaar kunnen dat bijvoorbeeld een Sauber als Pascal Wehrlein als laatste eindigt in de hoofdrace. Dus op pole position start in de sprintrace. Dus dit kan wel eens wat interessants opleveren. Dus ja, laten we dit gewoon eens gaan proberen. En ik ga ervoor kiezen om in de Ferrari van Räikkönen te rijden. Dan gaan we hier even kijken wat we hier precies gaan instellen. Oké, het is one shot qualifying. Nou ja, dit zat allemaal wel goed, zo rijk meestal. En we beginnen dus in China. Ik wil gewoon even één race rijden. Ik zal hier proberen een serie van te maken. Dus dat is misschien leuk voor jullie. Even kijken. China heb ik nog wel redelijk in het koppie zitten. Dus we beginnen gewoon met de sessie. We'd like to welcome you from wherever in the world you join us today. For this F1 qualifying session here in Shanghai, China. When it comes to getting lap time out of this circuit, it's traditionally been about maximizing top speed. Do you simply remove as much downforce as possible, hang on in the corners and max out down the straights? Top speed is a key factor for this circuit. Even if you can achieve the same lap time as someone running less wing than you, chances are you'll find overtaking difficult if you have too much drag. Oké, hele korte kwalificatie, one shot volgens mij, dus we gaan gewoon beginnen op de supersoft band. Ik heb nog niet eerder in deze Ferrari gereden, dus veel meer downforce dan de Haas waarmee ik bijvoorbeeld de career mode doe. Misschien staat de AI zelfs nog iets te laag, maar goed. Oké, Vettel is me voorbij, ik lig op dit moment vierde. Ik ben daar bijna kwijt, dat gaan mijn posities kosten op het rechte stuk. Eens even zien of we hier dan wat tijd kunnen goedmaken. We kunnen inderdaad met een kleine afsnijroute, je zag dat ik de bocht een beetje afsneed, we starten op de vierde plek in de hoofdrace. As we wind down from the excitement of qualifying, here's a look at your top three. Vettel, Hamilton and Valtteri Bottas.
It's time to leave for now, but we'll be back tomorrow when the Grand Prix. Eigenlijk een normale startopstelling als altijd, dus weinig verrassingen zo te zien. Alles staat eigenlijk wel een beetje waar het hoort te staan. Dan gaan we nu gelijk door met de race. A tough race in store then for our drivers today. So tell me, Anthony Davidson, what will you be looking out for as the cars make their way down into turn one? Well, first of all, let's hope that everyone's well behaved and we can have a nice incident-free start. That initial release is going to be the most interesting thing. The clean side of the grid will be better rubbered in, so keep an eye out for cars over there potentially making their way through. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Bottas and a Ferrari, Daniel Ricciardo and Verstappen, Massa, Perez, Grosjean and Nico Hülkenberg, Ocon, Kvyat, Carlos Sainz and Magnussen, Stroll, Palmer, Fernando Alonso and Stoffel van Dorn, Wehrlein. And Marcus Ericsson rounds off the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Okay, vierde startplek dus. We gaan even kijken welke strategie we gaan gebruiken. We kunnen voor de high tire management gaan en de low tire management. Ik ga gewoon voor één stop kiezen, want het is een korte race. Eén stop lijkt me genoeg en anders verliezen we misschien te veel tijd. En het wordt nu tijd om naar de race toe te gaan. Het is de Grand Prix van China met 5 rode lampen voor deze Grand Prix. Ze staan nu aan. En ze zijn uit en we hebben een redelijk goede start. Ik zie gelijk Bottas malen links. Dus ik denk, ik zit achter Hamilton, ik doe hem links. Maar Bottas zit daar nog, ik probeer de binnenkant te kijken. Kom iets te veel op de curbs. Zit nog wel steeds naast Bottas, rem laat. Toucheer daar Hamilton een beetje, maar we komen allemaal weer weg. En het lijkt erop dat ik plaats 3 te pakken heb. Al zit Bottas hier nog aan de buitenkant. Gelukkig heb ik meer tractie en kan ik hem voorblijven. Nu het korte rechte stuk naar de volgende bocht rechtsaf en ik zit te kijken bij Hamilton, ik druk hem ernaast. Hamilton uit frustratie steekt zijn hand uit de cockpit, maar ook hem ben ik nu op dit moment voorbij. Hij zit nog wel steeds een beetje aan mijn binnenkant, maar goed, door laat in te sturen ben ik hem voorbij. En Vettel heeft gelijk een gat geslagen, hè? Die is gewoon gelijk al een dikke seconde los van mij. Terwijl ik op dit moment aan het strijden ben om de wagen op het circuit te halen. Hamilton zit nog steeds vlak achter mij als we nu richting de kombocht gaan naar het lange rechte stuk in China. Het rechte stuk wat gewoon een kilometer lang is. Dus een goede exit is ontzettend belangrijk. En ik heb een redelijke exit, maar Hamilton heeft een betere exit. Die zit vlak achter me. Ik kijk even achterom via mijn spiegels. En Hamilton komt steeds dichterbij. En ik ben benieuwd of hij nog een aanval gaat doen. Of hij daar dichtbij genoeg voor zit. Dat denk ik niet. Ik rem vrij laat in. Maar goed, dat komt mijn exit voor de volgende bocht ook niet helemaal te groeien. En je ziet dat Vettel door dit geouwehoer steeds verder uitloopt. Ik moet veel te veel naar achter kijken op dit moment. Ik sta gewoon onder druk. En ook deze exit, het rechte stuk op, is nu goed. En deze keer is Hamilton dichterbij dan net. En hij zit zelfs naast me hier. Ik rem vroeg af, want ik denk ik geef hem toch maar de ruimte. We zijn al gepost. Wil terugkruisen en weer raak ik hem op zijn band. Daar gaat hij niet blij mee zijn. En terecht eigenlijk, want het is gewoon geen clean move. Ik weet hem wel voor te blijven en ja, je ziet het. Vettel raakt verder en verder uit beeld. En dan zitten we aan het einde van ronde 3 en mijn exit is zo bedroevend dat ik Hamilton naast me heb zitten. En het gekke is, Bottas zit er zelfs nog voor. We gaan met z'n drieën deze bocht in. Dat kan natuurlijk nooit. Ik hou hem breed, ik word geraakt. Steek uit frustratie nog een vuist uit de cockpit. Maar jemig, wat zit dat dicht bij elkaar, zeg. En toch weet ik ervoor te blijven en kom ik nog steeds als nummer 2 het rechte stuk op. En je ziet het, Vettel is gewoon nu al aan het einde van het rechte stuk. Die is gewoon weg. Box, box, box. Ja, je hoort het. Mijn engineer roept box, box, box. Het wordt tijd om de pits in te gaan aan het einde van deze ronde. Op de een of andere manier is het me toch gelukt om een gaatje te slaan naar Hamilton en Bottas. En is Vettel weer iets dichterbij in beeld. Hij heeft nog steeds een gigantische voorsprong. Maar wij gaan in ieder geval aan het einde van deze
ronde gaan wij onze pitstop maken. En dan hopelijk komen we niet in te veel verkeer terecht. En kunnen we dus de undercut doen. Net iets eerder stoppen, snellere rondetijden kloppen voor twee rondjes. En zo hopelijk voor Vettel terug de baan opkomen. We gaan hier nu naar binnen. Belangrijk om zo laat mogelijk je voor de pitstraat te remmen. Daar pak je toch nog wat tijd mee. Ik ben benieuwd waar we buiten gaan komen. Het is een goede stop, redelijke stop, onder de 3 seconden. Ja, en er komt toch wel aardig wat verkeer daar het rechte stuk op. Ik denk dat we bijna tot achteraan terug gaan vallen. P17 op dit moment. Dat wordt nog P19. Sterker nog, komt vlak voor Pascal Wehrlein naar buiten. En ik heb hier al last van achterblijvers. Sterker nog, ik raak Eriksen gelijk. En ik ga er ontzettend langzaam door de bocht. Maar heeft die Sauber natuurlijk helemaal geen vermogen. Dus we zullen hier snel af mee moeten rekenen. Want als dit gedoe te lang duurt, zou ik wel eens achter de Mercedes terug de baan op kunnen komen. En dat is het laatste wat ik wil. Goed, Eriksen is al te pakken en we gaan nu op weg naar Van Doorn en de rest van het treintje wat voor ons rijdt. Ondertussen heb ik Van Doorn al ingehaald. Sebastian is in de pits. En is Vettel, mijn teamgenoot, op dit moment in de pits. En ik ben heel benieuwd of dit geintje mij tijd heeft gekost of dat ik er zo meteen dichterbij zit. Ik probeer twee Toro Rosso's in één keer te pakken, maar dat gaat niet zo makkelijk. Ik heb nog steeds mazzel dat ik daar geen straf voor heb gekregen. Slechte exit het rechte stuk op. Ik weet al zeker dat dit mij tijd heeft gekost. Dat kan bijna niet anders. En op de minimap zie ik Vettel nu naar buiten gaan. Daar gaat hij net rechtsaf. En we zitten er volgens mij nog net zo ver achter. Misschien zelfs wel iets meer. Daar rechts rijdt hij. Maar misschien is het gat iets kleiner geworden zelfs. Dan hebben we dat toch goed gedaan op de een of andere manier. Want dit soort geintjes, achterblijvers, kost heel veel tijd. Terwijl ik hier links Jolyn Palmer probeer in te halen. Dat is niet zo heel handig. Krap daar. Weet toch op de een of andere manier buiten om te sturen. Hij zit nog steeds naast me volgens mij. Nee, hij zit nu achter me. Dan kunnen we nu op weg naar Lance Stroll. En ook Stroll rijdt volgens mij nog op oude banden. Want hij glibbert en glijdt alle kanten op. Ik probeer iets van buiten naar binnen te gaan. Ja, dat gaat niet zo makkelijk. En dan denk ik, ik steek hem hier wel aan de binnenkant er langs. En dat werkt. En ik ben Stroll dus al voorbij. En ik zit weer achter Vettel. Ja, en Vettel die heeft nu toch wel weer wat goed gemaakt op mij. Het gat is weer een kleine 3,5 seconden. We rijden nu het rechte stuk op weg naar ronde 8. Vergat net te vermelden dat Hamilton ook gestopt was. Net als Vettel, daar kwam ik net voor terecht. Daar rechts komt Bottas de pits uit. En die zit echt vlak en vlak achter me. Maar ook die weten we voor te blijven. En zo liggen we weer op de plek waar we lagen voor de pitstop, op een tweede plek. Maar het lijkt erop dat ik de draai gevonden heb op deze supersofts. En ik zit toch dichter achter Vettel dan dat ik zat voor de pitstops. Dus dat is een goed teken. We komen aan het einde van rondje 8 en ik heb het gas er vol op staan. Niet normaal, het gat is kleiner aan het worden. En je ziet het ook hier, ik zet de snelste ronde van de race neer. Het gat is nog een kleine 2 seconden. En het is volgens mij een kwestie van tijd voordat ik Vettel echt vlak voor me heb zitten. En dat we daadwerkelijk een aanval kunnen plegen. En je ziet het hier, we zitten in rondje 12. We zijn Vettel echt genaderd tot een kleine halve seconde volgens mij. Op dit moment misschien 17e, want ik maak hier een foutje. Maar de druk staat er volop bij Vettel. En misschien kunnen we aan het einde van het rechte stuk onze aanval plaatsen. En kunnen we die overwinning toch nog in onze zak steken. Vonken schieten onder de wagen van Vettel vandaan. Ik heb DRS als het goed is. Daar gaat die achtervleugel open. Ridge mode, vol vermogen. En we duiken erop af. Op het laatste moment naar rechts en we zitten ernaast en we zijn er voorbij. Iets knijpen, goede exit hier pakken. En we gaan nu officieel aan de leiding van de Chinese Grand Prix. De hoofdrace wel te verstaan, want de sprintrace volgt hierna nog. Maar het is nu een kwestie van de wedstrijd uitrijden. Inmiddels zitten we in de laatste ronde. Het is de laatste keer op het lange rechte stuk. Je kunt het zien op de minimap. Ik heb ondertussen een gat van 2 seconden geslagen. Het is toch wel een klap in het gezicht van mijn teamgenoot, denk ik. Want hij dacht lange tijd dat hij deze race zou gaan winnen. Maar niets is minder waar.
Want het is ons moment om naar de hoogste plek op het podium te gaan. Snij je nog een bochtje af en dan is hier het zwart-wit geblokt en winnen wij de hoofdrace op China. Great drive. We did it. Good job. So, here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands and they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. There's been a lead change at the top of the championship after a superb performance. And now I'd like to ask you, Anthony Davidson, who was your driver of the day? It's a difficult call, but I'm going to have to give it to the Ferrari driver. They fought so hard and had incredible pace at times, so I don't think anyone else did a better job today. And now let's take a look at the constructors' standings. Mercedes moved to the top of the table. After all this drama, you'd be mad not to join us for the next race. We hope to see you then. Take care. Ja, lekker hoor. Anthony Davidson roept ons ook gewoon uit tot driver of the day. Maar goed, je ziet dat ik dus in dit kleine kampioenschapje met een hoofdrace en een sprintrace dus de leiding pak met 25 punten voor Sebastian Vettel, Hamilton en Bottas. Maar dat betekent ook dat wij de sprintrace dus achteraan gaan starten. Als het goed is. Dat is tenminste de bedoeling in het spel. Ik ga ervan uit dat het werkt. Ik heb dit nog niet eerder gedaan. Dus wij zullen als laatste starten met voor ons Vettel, Hamilton en Bottas. En dat betekent ook dat Wehrlein en Eriksen op de eerste startrij zullen staan. Met Van Doorne, Palmer, Alonso en Stroll op de plaatsen 3, 4, 5 en 6. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat er zo uit gaat zien. Almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Pascal Wehrlein lines up on pole position, and Marcus Ericsson completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Van Doorn, Palmer, Fernando Alonso, and Stroll, Sainz, Kvyat, Magnussen, and Esteban Ocon, Grosjean, Hülkenberg, Sergio Perez, and Massa, Verstappen, Ricciardo, Valtteri Bottas, and Lewis Hamilton. Vettel and a Ferrari rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Okay, sprintrace. 5 ronden stampen, geen pitstops, geen gouden hoeren. Gewoon het gaspedaal tot de vloer. Dan gaan we voor de sprintrace met 5 rode lampen. Die gaan nu aan. En als ze uitgaan, zijn we onderweg. Ze blijven lang aan, ze zijn nu uit en ik heb een redelijk goede start, maar oh, wacht even, schakel je toch iets verkeerd of misschien doe ik het iets expres. Ik wilde misschien toch even kijken wat Vettel en Hamilton en Bottas zouden doen, zeker op dat eerste lange rechte stuk. Ik ben benieuwd hoe snel zij door de competitie heen gaan, zeg maar, de slomere auto's die ervoor zitten. Dus je zult zien dat ik er even achter blijf zitten en... Ja, dit is nog wel even een puntje waar Codemasters aan moet gaan werken. En dat is het treintje, de allereerste ronde van de AI. Dat gaat zo ontzettend langzaam, het is gewoon één optocht. En ik denk, ik sluit gewoon even aan voor een rondje. Om heel even te kijken van wat de verschillen zijn op het rechte stuk en of er gelijk aanvallen geplaatst worden. Dus ik blijf voor nu even achter Hamilton zitten. En dat zal zo meteen allemaal veranderen. Er komen zo meteen genoeg acties in beeld, dus maak je niet druk. Slechte exit hier, terwijl we nu onderweg gaan naar dat lange rechte stuk op China. En ik ben heel benieuwd wat er gebeurt met de auto's hier voor me, met mijn teamgenoot, met Hamilton. En ik zie dat Bottas ondertussen al 2 wagens verder ligt. Die is volgens mij al een Red Bull voorbij. Dus die gaat in ieder geval redelijk lekker doorheen. Je ziet dat hij iets achter ligt, je ziet Hamilton hier voor me een aanval plaatsen op Vettel. En volgens mij komt hij daar ook voorbij. Sterker nog, volgens mij plaatst hij een dubbele aanval en pakt hij daar Ricciardo ook even. Dat is effectief. En zo laat mijn teamgenoot zich toch wel redelijk piepelen daar. En die ligt nog steeds vlak voor me. Voor
vanaf dit moment ben ik het een beetje zat. Denk ik van, we gaan ook wat lol beleven. Dus ga ik ook beginnen met naar voren te rijden. En de eerste die ik tegenkom is dan mijn teamgenoot Vettel. Ik wil hem er niet gelijk aframmen, dus ik wil er iets inhouden. Zet hem hier aan de binnenkant. Kan ik Ricciardo ook nog pakken? Nee, dat kan ik niet. Hier buitenom dan misschien. Misschien ligt daar meer grip. Kom niet heel lekker weg. Heb weer Vettel naast me zitten, maar heb hier meer grip dan hem. En zit in ieder geval voor hem. Ja, en dan rem ik hier laat en dan pak ik gewoon Ricciardo, Hamilton en Verstappen ook nog. En dat is wel het jammere, vind ik zelf, op dit moment toch nog een beetje van het spel. De eerste twee rondjes als de AI gewoon allemaal bij elkaar in de buurt zit, remmen ze veel te vroeg af voor een bocht en is het passeren wel heel erg makkelijk. Moet ik zeggen, de AI staat misschien een beetje laag. En misschien is dat ook de oorzaak dat ik er zo snel doorheen aan het snijden ben. Dus misschien moet ik binnenkort de AI maar eens even een stuk omhoog doen. Terwijl we ondertussen in ronde 2 zitten van deze sprintrace van 5 races. Ik zit op dit moment achter Sergio Perez. En als het goed is, met een beetje meer vermogen, moet ik die zo toch kunnen pakken. Ik zit nu al vlak achter hem. Ik heb de slipstream te pakken. Zet de motor in de ridge stand, waardoor ik meer motorvermogen heb. En ik ga hem hier gewoon naast zetten. Ik zit er al helemaal naast. Het is nu gewoon een kwestie van laat inremmen. En ik rem wel heel erg laat in. Want ik raak hier bijna Hulkenberg die daarvan schrikt. En ook Hulkenberg heb ik op dit moment te pakken. Opkomen rechterstuk. We gaan nu op weg naar Fiat. DRS is now available. Fiat die, die gaat ook nogal langzaam. Dus die haal ik makkelijk in. En kijk eens wie we daar tegenkomen op plaats nummer 12. Het is gewoon Valtteri Bottas, waar Vettel en Hamilton lekker achteraan aan het klooien zijn, is Bottas wel flink van start gegaan en is gewoon van de, het zal het geweest zijn, de 17e plek al op plaats 12 in 2-3 rondjes tijd. Dus dat doet hij gewoon goed. Wij gaan niet Fiat voorbij en we sluiten nu aan achter Bottas en we gaan kijken of we Bottas zo meteen in kunnen halen. Je ziet dat ik met mijn Ferrari gewoon veel meer bochtensnelheid meeneem. En dat ik ook gewoon veel later inrem. Het is ook wel logisch. Bottas is een beetje voorzichtig. Er is daar gewoon een hele trein gaande. Volgens mij achter een van de Zaubers. En die zijn natuurlijk op plaats 1 en 2 gestart. Dus dat is logisch. Maar het begint een mooie optocht te worden. En ik ben heel benieuwd wat er hier gebeurt op het rechterstuk. Als het DRS voor het eerst open gaat. Ik verwacht wel een inhaalpoging hier en daar. Terwijl wij vlak achter Bottas zitten. En DRS krijgen. De achtervleugel gaat open. Bottas heeft natuurlijk ook DRS, dus ik loop niet echt in. Ik zie Massa daar kijken op Alonso, die plaatst een aanval. Ik moet hier helemaal naar rechts. Grosjean zit naast elkaar, Magnussen zit naast Van Doorn. Ja, de McLaren's hebben natuurlijk geen vermogen, dus het is logisch dat al die inhaalpogingen hier gewaagd worden. Terwijl hier achter mij nog even werd gevochten na het uitkomen van die bocht. En Van Doorn laat ik hier ook achter me. Ik ben veel sneller op het rechterstuk. En ondertussen zitten we in de ene laatste ronde en ik heb hier Kevin Magnussen voor me. Ocon zit daar, Eriksen op plaats 5 nog steeds. Terwijl hier Van Doorn mij probeert terug te pakken volgens mij en mij gewoon niet raakt. Een brutale actie van Stoffel Van Doorn. Maar goed, we weten hem achter ons te houden. Magnussen is de volgende. En ja, ik kijk even, zie je wel dat er geen ruimte is op dit moment. Ik moet nu zelf ook wat gas gaan geven in dit treintje, want ze sluiten achter me gewoon aan. Als je kijkt op de minimap lijkt het gewoon één grote slang te zijn. Iedereen zit dicht bij elkaar. Ik zit nu te kijken aan de buitenkant bij Magnussen. Maar goed, ik moet weer inhouden. Wellicht heb ik het een beetje bewust gedaan om de video wat interessanter te maken. Entertainment voor jullie is natuurlijk ook gewoon belangrijk. Dan moet ik de AI de volgende keer iets hoger gaan zetten. Ga ik ook doen, geen zorgen. Maar voor nu, we zitten nog achter Magnussen. Ocon en Eriksen, hier ben ik hem oprecht even kwijt. Heb ik een slechte exit, maar zou ik toch naar die Zauber toe moeten kunnen lopen hier op het rechte stuk. Als het goed is, krijg ik gewoon DRS. Met de motor nog steeds in ridge. Ja, en je ziet ze daar de Zauber aan alle kanten voorbij knallen. Terwijl die Zauber, die zit daar nog even de Forzindia van Ocon te knijpen. Terwijl ik hier gewoon zwaar veel vooruit schiet.
En dus moet uitkijken waar ik weer het circuit op kom. Ik heb daardoor een Grosjean wel te pakken. Die kan ik hier aan de binnenkant knijpen. En ik sluit achter Ocon aan. Lichte touché. Ga hier op het gas. DRS open. Hij komt matig weg. En we zitten in de laatste ronde van de race. Zullen we ons toch alweer weten op te klimmen van een laatste plek naar een zesde plaats. En dat wordt nu een vijfde plaats. Want Eriksen heeft gewoon geen grip. Het is een Sauber. Die hoort laatste te rijden. Mijn Ferrari die hoort eerste, tweede, derde of vierde te rijden. Zo zijn de verhoudingen gewoon in de Formule 1. Ferrari bij de eerste twee teams, Sauber bij de laatste twee teams. En dat verschil wordt hier duidelijk in beeld gebracht. En dan gaan we nu op weg naar Pascal Wehrlein. Er zit een stukje voor me, maar dan moet je zien hoe makkelijk ik hier naartoe ren en accelereer in deze bocht. Misschien kunnen we nog op het podium komen. Ik zie namelijk daarvoor volgens mij een Toro Rosso rijden. Dus we zullen zien wat er mogelijk is in deze laatste bochten. Ik ga er in ieder geval voor. Ik kom hier bij Wehrlein ervoor. Ben hem gelijk voorbij. Maar Sainz lijkt op dit moment net te ver weg te zitten om hem nog aan te vallen in die laatste hairpin naar het rechte stuk. Ja, daar lijkt het definitief op. Want ik kan alsnog een Ferrari hebben. Ik heb geen DRS, dus ik zou hem nog wel op bridge kunnen zetten, het laatste stukje, maar ik ga die aanval net niet meer kunnen plaatsen. Dus het wordt helaas een plek buiten het podium, lijkt het. Of Sainz moet hier toch nog iets geks doen, of stuk gaan. Maar goed, dat gebeurt niet. De winnaar van de race is Jolyon Palmer in zijn Renault. Zou hem in de echte Formule 1 ook goed doen als hij een keer wat punten pakt. Hier doet hij het wel. Wij eindigen achter Sainz op een vierde plek. Here come today's winning drivers, and what a race it was. This is a team that knows success very well in F1, and they're just itching for even more. Congratulations to the Renault team for their excellent win today. Oké, dames en heren, dat was deze video dan. Voor het eerst een keer een hoofdrace en daarna een sprintrace. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat even weten wat je ervan vindt. Of jullie meer van dit soort video's willen laten of willen zien. Dan zal ik daar namelijk gewoon voor zorgen. Voor de rest wil ik jullie graag vragen. Support me, abonneer op mijn kanaal. Like deze video en laat even een reactie achter. En like zoveel mogelijk, want ik wil groeien met dit kanaal. Ik wil jullie deze content blijven voorschotelen. Dus like allemaal even de video. Allemaal bedankt en tot de volgende keer.